een vreemde begin van het concert, hè? Met die inleiding, die waarschuwing. Don't panic, maar... Zoals ze maar wat? Er zijn blijkbaar al treinen die niet geraakt zijn of met veel vertraging. Maar jongens, kijk, ik heb zo gezegd, dat is zoals bij de Titanic, ik blijf spelen, kijk. Ik zal sowieso, ik blijf spelen, zo lang mogelijk. Zolang jullie mij zien staan, is alles goed. Ja, maar dat is het voordeel. Ik zal nooit vergeten, de allereerste keer dat ik in Nederland speelde, viel de elektriciteit uit. Dus ik ben al wel gewend in Nederland. Alleen ik haal het uit van het ergste. Bij Studio Brazilië is elektriciteit ook uitgevallen. En enkel mijn micro stond nog aan. Ken jullie dat verhaal? Maar ik kan dat niet nog eens vertellen. Het was enkel grappig als je aan het kijken was, maar het was testbeeld en enkel mijn micro stond nog aan. Ik was de enige met een Belgisch accent. Ik was aan het roddelen over iedereen. Ja. Alleszins, allereerste keer Bluff. Ik stond in het voorprogramma van Bluff. Het was in, niet vergis, in de 013 in Tilburg. En ja, na een paar nummers legde ze tijd uit. En jullie zijn echt super aandachtig en stil. Toen waren ze ook super aandachtig, maar niet stil. En toen viel de tijd ook uit. Dus, maar gewoon blijven spelen. Ik ben gewoon blijven spelen en dat werkte wel. Dus dat is het voordeel van dat ik niet veel nodig heb. Ik heb echt een heel oude stem trouwens. Dus ik zal straks eens zo zonder micro. Nee, dat is echt. Eigenlijk heb ik geen micro nodig. En deze zaal is eigenlijk ook gebouwd voor Ik heb het blijde nieuws voor jullie dat ik een nieuw album. Ik ben eigenlijk het grootste deel van 2015 bezig geweest. Naast hier en daar nog concerten spelen. Ik heb in februari nog een aantal concerten gedaan in de zomer en nu deze tour. Maar ik ben het grootste deel bezig geweest met het schrijven van een nieuw album en het opnemen ervan. En ik denk dat ik niet overdrijf door te zeggen dat ik een van mijn meest productieve en creatieve jaren achter de rug heb. Zeer veel nummers geschreven, 4822 nummers geschreven. Als het langer is, veel nummers, dan is dat 20 of 30. 20 of 30 nummers waar ik echt enthousiast over ben. Waar ik nu een selectie van aan het maken ben, een kleinere selectie. En normaal in de lente komt het album uit, ik ben bezig echt met de laatste fase. Dit is een heel moeilijke fase, maar ik moet kunnen stoppen. Maar ik heb nog geen zin om te stoppen, dus ik blijf nog zo van die kleine dingetjes veranderen. Wat komt eraan? Dit is een nieuw nummer dat ik geschreven heb en in zekere zin is het een soort van muzikaal antwoord op mijn 23-jarige versie, die Born in the 80s, dat nummer dat ik daar juist speelde, dat zong. Want eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, als ik dat nummer zing, dan ben ik helemaal terug in de schoenen toen ik 23 was. Dat was dezelfde maat van schoenen, maar toen was ik wel nog in een heel andere positie. En ik zat vol onrust en ik had geen flauw idee wat de toekomst zou brengen. En nu dacht ik ga eens een soort van antwoord brengen. En eigenlijk is de boodschap van dit nummer van soms moeten de dingen een bepaald beloop hebben om dan ergens te belanden. En toen had ik dat niet door natuurlijk, toen was ik gewoon heel ongeduldig. Maar nu besef ik van om exact te zijn wie ik ben vandaag, is juist door die deuren die in mijn gezicht soms werden toegestaan. En ik ga de titel nog niet verklappen, dan is het toch nog iets verrassing. Het is een gloednieuw nummer. Laat vooral achteraf blijken wat je ervan vindt. She was a friend of a friend of mine. I noticed her and she passed me by. She didn't even look me in the eye. I tried to think of things to say. I poured some wine but she looked away. I didn't even talk to her that night. For a while I thought I stood a chance. The way she smiled, so sweet. For a while, I thought I'd figured her out, that we were meant to be. But she said no, no, no. She just said no, no. She said no, no, no. People put me in my place. I felt the door slam in my face. Spent a long time standing in the rain. And I've been on the losing end. All my dreams seem just pretend. Once or twice thought I would go insane. For a while
Now I know.